Ik ben hier in Berg en Ter Blijt bij Hotel Vuur de Montagne. Ik heb daar een afspraak met Charlie van Gogh, oprichter, directeur van Mise en Place. Dat is een uitzendorganisatie voor horecapersoneel. Charlie, je bent met jouw bedrijf Mise en Place, maar ook met Appcas, in heel Europa en zelfs wereldwijd bezig. Kun je er iets over vertellen? Ja, in Europa inmiddels in 6 landen met 8000 studenten zijn we actief in de horeca, zoals je weet. En wat heel belangrijk is, is natuurlijk het food waste probleem. In ieder geval de uitdaging die we hebben. We gooien veel te veel eten weg. Dat doen we ook wat aan. Ik ben zelf ook bestuurslid van de Europese partyketeraars. En vanuit die hoedanigheid hebben wij natuurlijk contact gehad, omdat jij ons daar ook enorm voor inzet. Hoe belangrijk zijn 50-plussers als doelgroep in de horeca en de hospitality? Nou, dat is overduidelijk en zeker in Europa. De babyboomers komen allemaal op de markt. Mensen willen meer vrijheid, willen gezond eten en vitaal nog hun leven doorbrengen. We worden allemaal wat ouder en wij natuurlijk met ons bedrijf leveren personeel in die horeca. En de gastvrijheid is steeds belangrijk, de gastgerichtheid, gastgedrevenheid. Dus we hebben heel veel te maken met deze doelgroep. Dus het is voor ons heel belangrijk om in deze doelgroep te investeren. Ja, natuurlijk, Twan, de mensen die het geld uitgeven in de horeca, wie zijn dat? Dat zijn de 50-plussers. Dus bij ons hebben de 50-plussers een streepje voor.